Er wordt nu meer dan ooit gewerkt aan de bewustwording van een gezonde leefstijl vanaf de schoolbanken. Dit vertelde minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan journalisten in het kader van Wereldgezondheidsdag, welke jaarlijks op 7 april, de oprichtingsdatum van de WHO, wordt herdacht. Het is naar zeggen van de bewindsvrouw van eminent belang dat er in het onderwijs duidelijk wordt gemaakt aan kinderen hoe belangrijk het is om gezond te zijn. Beetje opgekrikt. Wereldgezondheidsdag. Gezondheid, dat is ook een van de vernieuwingen die we nu hebben. We noemen dat integraal onderwijs. Dat betekent dat je niet een vak hebt met betrekking tot gezondheid, maar dat gezondheid als thema in alle vakken tevoorschijn komt. Dus bijvoorbeeld, je hebt een week en het thema van die week is gezondheid. En dan moeten alle vakken zich bezighouden met gezondheid. Rekenen, taal, biologie enzovoort. Dan krijg je dus een week of een maand soms. Is het thema gezondheid. De maand daarop is het thema bijvoorbeeld water. En dan moeten alle vakken zich bezighouden met wat betekent water, wat voor soort water hebben we enzovoort. Het is een beetje vernieuwing van het onderwijs en verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Het staatshoofd zegt dat een gezonde leefstijl een van de belangrijkste aandachtspunten moet zijn van een individu. Hij riep een ieder op om te letten op hun gezondheid. We willen gezonde mensen hebben, want die human being moet gezond zijn. En van hier ga ik naar New Amsterdam om openlucht gym te openen. Om komwijnen te stimuleren, gezonder te worden, te lopen, te bewegen, maar ook teamgeest te bevorderen. Minister, nee, deed je dat? En komwijnen. Maar dat tegen de achtergrond van die twee internationale dagen die ik net genoemd heb van sport en gezondheid. Het staatshoofd ging vandaag samen met volksgezondheidsminister Ramadien en anderen naar Nieuw Amsterdam om een openluchtgym in gebruik te nemen. Zij waren de eerste die officieel gebruik maakten van de sportfaciliteit. Wereldgezondheidsdag heeft dit jaar als thema Onze planeet, onze gezondheid. En is de oproep voor een groen en gezond herstel na de COVID-19-pandemie.